Op de Automotive Campus daar zit een raceteam dat gerund wordt door studenten van de Technische Universiteit uit Eindhoven. Ze maken een echte racewagen, maar dan volledig op elektriciteit aangedreven. We zijn een studententeam wat wordt gesponsord en daarmee heel veel hulp krijgt van de universiteit. Het is iets zelf beheren. Daar waakt ook de universiteit voor, want die willen ook dat wij vrij blijven natuurlijk om lekker te kunnen doen wat we willen. Dat maakt het ook zo mooi, want dan ja, kunnen we echt onze doelen zelf zetten. Zelf beslissen waar we ja, het geld in stoppen, maar ook natuurlijk welke technologie we echt belangrijk vinden voor de maatschappij. Ja, dit is er één van in ieder geval. Ja, dus eigenlijk is de TU een sponsor, net zowel als de vele sponsors die op de auto staan. Ja, zo zou je het wel kunnen stellen. Ja, zeker. Een grote, maar wel een sponsor. Ja. Maar is het dan ook een eigen onderneming? Dus het staat helemaal los daarvan? Dat is een onderneming, het raceteam? Ja, dit is echt iets wat we zelf runnen. We houden eigenlijk alles bij. We zorgen zelf dat de mensen er komen. We werven zelf. We zorgen dat stagiairs een plekje krijgen. We zorgen dat we alle apparatuur hebben. En dat alle software beschikbaar is. Ja, van A tot Z regelen we het echt helemaal zelf. Natuurlijk krijgen we daar hulp bij en ondersteuning. Ja, zo werkt nou eenmaal een sponsorschap. Maar dat krijgen we van heel veel verschillende bedrijven. En daar zijn we echt heel blij mee. Doen jullie dat naast de studie? Of is dit gewoon ja, 45 uur, zeg je net? Nou, het kan. Je kan het ook naast je studie doen. Part-time kan je eventueel lid worden bij ons. Ik zelf leg echt even een jaartje mijn studie stil. Dus ik ga echt hier vol voor en ik probeer zoveel mogelijk eruit te halen. En daardoor ja, wel echt fulltime hiermee bezig te kunnen zijn. En nou, maken jullie racewagens? Jullie zijn eerst met een brandstof, ja, zo mag ik het wel noemen, bio-ethanol. Ja, klopt. Ja. Zijn jullie gestart en nu zijn jullie bezig met een elektrische? Ja, we hebben eigenlijk al een elektrische gebouwd. Dat is degene die hier achter mij ziet. Daar hebben we ook verschillende ronde-records mee gereden. Waar we nu weer naartoe willen is, we kunnen al snel, we kunnen al heel goed racen. Alleen we willen nu ook langer kunnen racen. Dat is natuurlijk altijd een groot nadeel van batterijen. Dat op een gegeven moment zijn ze leeg en je kan ze niet zo heel snel opladen. Nou, dat willen we dus gaan oplossen. Om eigenlijk batterijen ja, simpelweg heel snel te kunnen opladen. En daar hebben wij volgens mij iets voor gevonden dat we dat, dat hebben we gevonden, dat dat gewoon heel goed gaat lukken. Dus ja. Dus jullie zijn eigenlijk ook bezig voor de consumentenwagens. Want als je inderdaad een consumentenauto straks snel kunt opladen, dat is ook fijn. Dus ja. Dat ontwikkelen jullie ook tegelijkertijd. Ja, heel veel technologie komt sowieso uit de racerij in de automotive industrie. Daarom doen we het eigenlijk ook. Natuurlijk is het ook sexy. Het is gewoon heel gaaf. Zo'n raceauto, dat brengt gewoon heel veel met zich mee. Maar ja, je bent wel bezig om uiteindelijk een technologie te ontwikkelen die je het liefst terug wil zien in een consumentenauto. Want hoe lang moeten ze dan opladen? Nou, op dit moment snelste ja, zit je tegen een half uurtje aan. Wij willen naar 7,5 minuut toe en de droom is 2 minuten. Dus dat zijn de tijden waar je dan aan moet denken. Ja, want een half uurtje, je hebt normaal een pitstop van, 7 seconden. Een half uur pitstop, dat duurt wel even. Ja, dan kun je veel bakken koffie in drinken in ieder geval. 7,5 minuut, wat minder. En ik denk ook wel dat dat wat aangenamer is voor mensen. Zeker als ze snel door moeten, dan is 7,5 minuut nog wel te plannen. Nou, zijn jullie druk bezig? Hoe groot is zo'n team? Met hoeveel mensen werken jullie hier? Nou, we zitten met een hele hoop leden. Dat kun je onderverdelen dan in die fulltimers. Daar zijn we met z'n 14 van. Parttimers en oudleden. In totaal werken we er met zo'n 50 man aan. En dat is van A tot Z qua studies ook. Want er zitten hier jongens van de Fontys, van de universiteit. En heel veel mensen die gewoon ook heel iets anders studeren dan iets met automotive te maken heeft. Maar het gewoon heel gaaf vinden. Ja, en dat allemaal gewoon hier op de Automotive Campus hier in Helmond. Ja, bizar.